De FC Twente vrouwen beginnen in het mini-estadi in Barcelona goed aan de wedstrijd. Zetten druk op de Spaanse goal en krijgen ook al vroeg een mogelijkheid. Maar Bakker krijgt die bal volledig verkeerd op de schoen. Uit die hoekschop. Hier in de vertraagde beelden. Dan schrijven we de 10e minuut. Als Barcelona eruit komt. Eerste echte mogelijkheid lijkt te ontstaan. Dan is hier de schitterende actie van Hermoso en de goal. De briljant van de Barcelona vrouwen Hermoso. Ook in de vorige editie van het treffen tussen de FC Twente vrouwen en Barcelona al een plaag. En nu weer. Schitterende actie van Hermoso en zo moet FC Twente al vroeg in de achtervolging. Vroeg druk gezet en dan is hier wat ruimte. Moet de steekpaas komen. Maar dan is doelvrouw Paños eerder bij de bal dan Ellen Jansen. De aanvalster van FC Twente. Dan de tweede helft. Met echt wel mogelijkheden voor Barcelona. Om het duel naar 2-0 te tillen. Zoals hier. Maar doelman Lorsheid van FC Twente voorkomt een goal. En zo zijn er wat kansen voor Barcelona. Maar blijft het bij 1-0. En ondanks het overwicht van de Spaanse ploeg in deze wedstrijd zijn er dus nog kansen voor FC Twente in de return volgende week in Enschede.